Ja, ik sta hier bij Han. Nou ja, beter bekend als de kookdominee. Met een K natuurlijk. Met een K. Ja, en ik zag net bij Johan, die is worteltjes aan het braden, noem je dat? Ja. En jij bent met de? Dit is met de rijst. En we doen de rijst in 3 porties, want we hebben zo'n 6 kilo gekookte rijst nodig. En er gaan allerlei verschillende groentes doorheen, een mooi kleurrijk geheel maken we ervan. Worteltjes? Worteltjes, ja. Dit zijn hele kleine worteltjes. En die heb je zelf gesneden? Nee, daar heb ik personeel voor. Heb je er personeel voor? Ja, oh, wauw. Daar bezig. Ja, oh, dat inderdaad. Zijn de dames aan de tafel, aan de snijtafel. Ja, en die worteltjes, wat is het van gerecht? Het gerecht wordt kip Kiev. En dat is groentenrijst. Ja. En daar zitten allerlei groentes doorheen. Maar goed, er zitten allerlei verschillende groenten doorheen en daar maken we dus een heel leuk gerecht van. Nou, kip Kiev, dat is eigenlijk een gerecht, dat is ontstaan, zeg het al, in Kiev. Maar ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar het werd ook vooral beroemd later in de buurt van Sint-Petersburg, in de restaurants. Het is wel echt Oekraïens, onze Oekraïense Maxime kent het ook. Maar je doet de kipfilet, snij je door midden en die gaan we vervolgens mooi kloppen, dat het een soort schnitzel krijgt, plat. Kijk, zout en peper erover en dan doen we de roomkaas met bieslook en peterselie tussen. Rollen we het op, touwtjes eromheen, gaan we door het ei halen, de bloem en het paneermeel. En dan bakken we heel lekker krokant korstje erom, leggen we het nog eventjes 10 minuten in de hete oven. En dan krijg je een heerlijk gevulde, krokante kipfilet. Klinkt heel goed. Kip Kiev, ja. Ja, en dan met die groentenrijst en pamushki. Pamushki, dat zijn Oekraïense briochebroodjes met een topping van dille en knoflook. De cameraman hoorde ik achter. Ja, lekker die hoor. Die zit te smikkelen. Maar waarom doen jullie dit? Ja, dat is echt. We willen eigenlijk iets doen voor de Oekraïne. En dan probeer je bij. Kijk je dicht bij huis. Nou, ik als kookdominee met het team van Maal met een verhaal. Dan gaan we dus. Daar hebben we gezegd, nou, we gaan echt iets doen. We willen. Waarschijnlijk hebben we zo'n 700 euro houden we over morgen. En dat doen we in een pot. En met die pot willen we lokaal, regionaal, binnen onze gemeente specifiek dingen doen voor Oekraïense vluchtelingen. Ja, dit eten is voor mensen die konden zich voor opgeven. We hebben op sociale media een kerkblad gezegd. Ja? En we hebben het niet te ver verkondigd, want anders dan zouden we misschien te veel mensen achter het net vissen. Want we hebben 100 maaltijden, ja, dat worden er nou 105. Het zijn redelijk bewerkelijke maaltijden, allemaal verse ingrediënten. Die kip is ook een heel werk om hem op te rollen en te vullen en door het paneel mee te halen en te bakken. Maar we hebben echt dus, de mensen konden zich voor opgeven. Nou, dat was leuk. Ik bestelde dus 105 kipfilets bij het gevolgde afdeling van de Hanos. Ja. En het aardige was, ik kreeg even een appje, we doen het gewoon voor de helft van het geld. Nu zijn jullie dit aan het klaarmaken. Personeel erbij hoor ik van Johan. Ja. Hoe komen jullie aan die mensen? Ja, die mensen dat zijn gewoon mensen ook van de kerk, die hebben zich opgegeven. En een aantal daarvan zit ook bij onze club, van Maal met een Verhaal. Dat is eigenlijk een club waar willen we laagdrempelige kerk zijn. Mensen uitnodigen aan de maaltijd, de verhalen erbij van mij, dus Maal met een Verhaal. En morgen, dat vergeet ik nog te zeggen, krijgen de mensen ook 3 prachtige Joodse verhalen die in de Oekraïne gespeeld hebben, krijgen ze... gebeurd zijn, die krijgen ze erbij. Ik heb het allemaal op zitten zoeken. Ik heb ze enigszins bewerkt. En dus ze krijgen halen ze, de Oekraïense maaltijd, plus Jiddische, Joodse verhalen uit de Oekraïne. Krijgen ze een papier erbij. Ja. Ja, we staan hier bij een heerlijk ruikende tafel. Is het allemaal gelukt? Ja, het is heel goed gegaan. We hebben nog broodjes erachteraan gebakken. Moet je kijken. En die ruiken lekker. Ja, het is heel in en al. Ja, het is dat er zitten overal lekker is, gewoon verse kruiden in. En ja, het is gewoon heel erg lekker en nu is het allemaal klaar. En zometeen komen de mensen het allemaal ophalen. Hebt u enig idee wat u gaat eten? Nee, ik heb geen idee wat het is. Nou, we hebben het broodje net gehad, die was heel lekker. Dus. Ja, toch wel? Oh, dat zit er bovenop? Ja. Oké, en de rest is rijst met iets van groenten. Heel veel groenten. Goed. En je hoeft niet te koken, hè? Nee, precies, maar het is een hele fijne, goede actie. Ja, ik sta er helemaal achter. Waarom doet u mee? Nou, ik vond het zo'n goede actie. Ik denk, er was direct opgegeven, dus toen ik het las. Ik zit namelijk ook in het Oekraïne-platform van de gemeente Oldebroek. En ik onderhoud de contacten met de kerken, maar
ik vond dit zo'n goede actie. Ik denk meteen opgeven. Dus, En alle vertrouwen in de kok? Ja, zeker. Maar in de koks meerdere. Er zijn er veel meer, ja. Dus, ja. Nou, en eet smakelijk voor straks. Ja, ik zal het van mijn broodje. Ja, heel goed.